Op bladzijde 248 van de Moschaf. Surah to Yusuf alayhi salam. De allerlaatste aya van de Surah. En dat is ook de allerlaatste aya op de bladzijde. Daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala. -e Waarom is deze hele Surah geopenbaard? Een prachtige lange Surah. Is dat gewoon om het om een mooi verhaal te vertellen om te laten zien dat Allah hele mooie verhalen kan vertellen of dat Yusuf een geweldig verhaal heeft meegemaakt. Nee, Allah zegt in het verhaal van Yusuf is een 'ibra', een les, een teken voor degene die verstand hebben, voor degene die nadenken. Ma hadith en yuftara. Deze dit verhaal, deze surah... is niet gewoon een verhaal om te vertellen. Nee, walakin alladhi bayna maar het bevestigt de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. sallam. Want Mohammed sallallahu alayhi wasallam sallam kon hier überhaupt niet bij aanwezig zijn. Dus hoe kan hij dit hele verhaal in al zijn details kunnen vertellen op deze manier? Watafsila kulli in En het legt alles uit in detail. Wahudan. En het is een leiding dit verhaal. Warahmatan. En een genade. Voor wie? Likawumi yu'minun. Dus dit hele prachtige verhaal van ongeveer 11 of 12 bladzijden is er om er lering uit te trekken. In ieder gedeelte van dit verhaal kun je een les vinden die van toepassing is op jouw leven. Lees, lees de Sora, leer de lessen daaruit en praktiseer het in jouw leven.